Vanmorgen bij Stepsport hebben we een heel bijzonder verjaardagsverhaal binnengekregen van 3 meiden. Een half jaar geleden was Bo ons vriendin jarig. We gingen naar de manege en we waren lekker aan het poetsen. Maar toen kwamen de heelste mensen aan en zeiden dat er is brand. We zijn gaan kijken waar de brand was en we zijn weer door de muis gaan vluchten. Maar het was best wel spannend. De vader van Bo die heeft 17 paarden gered. En het was wel best zielig voor Bo, want ze moesten al de hele tijd huilen. En daarom willen we haar feestje opnieuw vieren. Oh, lief hè? Heel lief. Maar omdat Bo een enorme paardenliefhebber is, is er geen betere plek om haar verjaardag opnieuw te vieren dan op het grootste paardenevenement van Nederland. Dat ze vandaag alleen even een kijkje komt nemen met haar ouders. Maar wat ze nog niet weet, is dat haar vriendinnen er ook zijn. En speciaal voor haar verjaardag heb ik een speurtel geregeld. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piep en piep. We zijn hier om je feestje opnieuw te vieren. Dankjewel. Hoi meiden! Bo, we gaan vandaag opnieuw je verjaardag vieren. En meteen hierbij de eerste opdracht van de speurtocht. Ja, zoek uit welk paard er vorig jaar gewonnen heeft. En ga hiermee op de foto. En dan niet alleen, jullie moeten ook als paard op de foto. Succes! Als paard? Hoe doe je een paard na dan? Oké, hoe gaan we die speurtocht doen? Gewoon naar de stal en dan kijken welk paard denk je gewonnen heeft. Ja, of we gaan het aan iemand vragen. Goed idee. En daarachter die vrachtwagens. Ja, die gaan we vragen. Hallo. Weet jij misschien wie vorig jaar heeft gewonnen? Met springen. Nee, dan vraag je me wel wat. I don't speak any Dutch. Weet je misschien wie vorig jaar heeft gewonnen met springen? Mark Houtzager is dat geweest. Weet je waar die is? Kans is groot dat hij of bij zijn paard is, of bij de vrachtwagen. Hé, hey, kijk, daar zijn ze aan het rijden. Wow. De stallen zijn hier wel niet. Kijk, daar is Jeroen Dubbeldam. Jeroen, je hebt het mooiste paard. Het mooiste paard, hè? Ja. Ja, dat is breed, hoor. Maar we moeten naar meneer Houtzen. Nee, maar daar zijn alle trainers. Denk je? Wow. Welke zou het zijn? Ja. Sportpaarden. Stalhoogstraat. Welke zou jij willen hebben? Kijk, deze. Ja, het is heel gewoon. Je moet wel heel veel paarden hebben. Kijk eens wat erop staat. Houtzagen. Houtzagen. Klop jij aan? Hallo. Is dit de trailer van meneer Houtzagen? Dit is inderdaad de vrachtwagen van meneer Houtzagen. Willen jullie anders even binnenkijken? Ja. Nou, kom maar. Loop maar verder. Hoeveel paarden staan hier dan in? 6. Mooi. Ik woon ook hier erin. Ik slaap hier erin. Oh, mooi. Douche, wc. Wat is jouw baan eigenlijk? Ik verzorg de paarden het hele weekend op concours. Waaronder Calimero, de winnaar van vorig jaar natuurlijk. Calimero is het dus. Wij moeten nog met op de foto met Calimero. Oh, wat leuk. Nou, waar zal Calimero zijn? Ja, zet ze wel denk je op. Wow. Is het dat niet? Nee. Dat niet? Dag dames. Wie is de hier jarig? Hallo. Vandaag? Nee, geweest. Dit is Mark Houtzagen, dames. Goeie galop, hoor. Ja, hij is flink sneller dan. En nu, wat wordt de tijd? Ja. Wat wordt de tijd? Ja. En dus is Mark Houtzagen de winnaar van de grote prijs van Amsterdam. Mogen we met Calimero op de foto? Zeker mogen we met Calimero op de foto. Dat is daar vlakbij. Nee. Hij is bruin. Calimero! Calimero. Hij heeft de kinderen heerlijk. Beetje groter als jullie ponies, hè? Ja. Veel groter. Nou. Wil je misschien een foto maken? Ja, tuurlijk. Ik sta. Heel goed gedaan, meiden. Hier bij jullie tweede opdracht. Trakteer zoveel mogelijk paarden, want wie jarig is, trakteert. Oké. Ja, hier. Ik ga in deze rij. Ja, zullen we in deze rij, want daar zijn we net geweest. Mogen we trakteren? Ja, natuurlijk. Nee, we niet bang zijn. Excuse me.
Alsjeblieft. Houd. Ja. Doei. Hi, girls. Can I have a word? Oh, yes, of course you can. His name is Bubsy. Hello. Bubsy. I've got some work to do if you want to help me clean the saddle. Saddle? Do you want to help me clean the saddle? Saddle schoonmaken. There you go. Like this. Okay, you did swat. Beautiful. Why does it miss this tidy? We don't like dirty things. With horses, it's always cleaning. Clean the saddle, clean the horse. Perfect. That's it. Good. Yeah. Hi, Tinu. So thank you so much for all your help today. He looks amazing. Thank you. Bye bye, Babsy. All right. Bye. Nou, wat is de volgende opdracht? Lekker bezig, meiden. Oké, dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste opdracht. En dat is schrijf heel duidelijk Sepp sport in het zand. Ik durf echt niet. Papa, wat denken jullie te gaan doen? We hebben een opdracht en moest hier Zepsport op schrijven. Dit is alleen voor ruiters. Dat gaat echt niet. We kunnen we ruit vragen, hè? Ja, dat is een goed idee, maar ik vind het ook wel weer spannend. Ja. Ik krijg er helemaal kippenvel van. Hé, hey, morgen! Mogen we met jou mee? Kom, mijn dames, we gaan parcours lopen. Ja, ja. Morgen. Dit is heel spannend. Heel spannend, hè? Ja. Nou, eerst in, daar beginnen we. Oké, het is hier een beetje modderig. Daar hebben ze een beetje water op gedaan, dat de paarden beter kunnen springen. Ik heb het gevoel alsof we op een hele grote bult kauwgom lopen. Maar hoe weet je nou dat je over die moet en om die of zo? Er staan nummers bij, kijk, nummer 1. Oh, ik zie 2 al. Dan ga ik hier even de afstand lopen, hoeveel galoppassen er tussen zijn van 1 naar 2. Ja. Dit is zo gaaf, ik zie het nergens. Elke 4 meter is 1 galoppas. Ik kan niet bijhouden, joh. 26 meter. Gedeelde 4 is 6 galopspannen. Maar we moeten nog steeds ergens Zepsport schrijven. Hoeveel is het? 27. Ja, 26. Ruim 26 is ook 6 glassprongen. Dat was het parcours lopen. Dankjewel. Dank jullie ook voor de komst. En we zien elkaar nog wel. Doei. We moeten nog Zepsport schrijven. Daar in de hoek. Ja. Ik doe sport. Mag ik de A? Oké, jongens. Snel afmaken, snel weg. Kom, jongens, snel. Rick. Abai. Hey Bo, je hebt het echt heel erg goed gedaan. Nu heel snel op zoek naar je vriendinnen. Toi, toi, toi. Op zoek naar je vriendinnen. Hey meiden, kom hier, kom aan deze kant, kom erbij. Hey, high five. High five. Ga lekker zitten. Waar zijn ze heen dan? Weet ik niet. Hey, wat leuk dat jullie dit geregeld hebben. Bo is hier dikke 5L. Echt? Ik ga bukken, dan kan ze eraan komen, ja? Wij wel een duimpje omhoog. Ja, ja, doen jullie een duimpje omhoog als er is? Ik doe wel zo. Ja, is goed, is goed. Ja. Scoot, scoot, scoot. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Gave vriendin heb jij dat ze dit gewoon hebben geregeld en een beetje Zepsport natuurlijk. Ja. Is dit je vetste verjaardag ooit? Ja. Pak maar uit. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Oh, toch om. Mond open. Oké, jij houdt ook wel een beetje. Ja. Ik heb gehoord dat jullie het paard van Mark hebben ontmoet. Ja. OMG. Bijna niemand kan dat paard ontmoeten, dus dat is wel echt heel gaaf dat je het hebt meegemaakt. Ja. Dus zullen we hem even aanmoedigen? Hup Mark, hup Mark, hup Mark, hup Mark, hup Mark, hup Mark. Oké meiden, gaan jullie nog even verder met taart eten? Ik moet zo meteen ook rijden. Veel plezier hè, doei! Doei!